jongens en meisjes. Voor vanavond heb ik een verhaaltje uitgezocht uit het boek van Tommy en Lotje van Jacques Vriends. Dit waren boeken die ik mijn eigen kinderen voorlas toen zij een jaar of 6 waren, denk ik. 5, 6. En nu is mijn jongste zoon gewoon 19. En nog zijn deze boeken razend populair. Wij zijn dan ook heel blij dat inmiddels de avonturen van Tommy en Lotje deel 1 weer in druk is genomen. Dus voor iedereen die deel 2 al heeft, want deze is al wat lang op de markt, nu ook deel 1 weer. Hij kost €22, maar staat dan ook boordevol leuke verhalen van Tommy en Lotje. En ik heb gekozen vanavond voor het verhaaltje Het Tutteltje. Puur om de leuke titel en het is een bedtijdverhaaltje voor jullie. Het zal iets langer duren dan het jullie van ons gewend zijn, maar ik lees het met veel plezier voor. Tommy en Lotje zitten samen op de bank te luisteren naar mama. Mama heeft een groot sprookjesboek op schoot en leest voor. Naast Tommy en Lotje zit Poesnel. Ze ligt helemaal opgevouwen lekker met haar kopje tegen Tommy aan en slaapt. Tommy sabbelt lekker op zijn tutteltje. Het is een lapje dat hij om zijn duim draait als hij gaat slapen. Of, zoals nu, lekker ligt te luisteren naar het verhaal. Een klein stukje van het tutteltje hangt los en daarmee aait Tommy zachtjes over zijn neus. De prins liep langzaam naar het glazen kistje, leest mama voor. Hij keek naar het lieve meisje en boog zich over haar heen. Heel voorzichtig kuste hij Sneeuwwitje op haar mond. Zij sloeg haar ogen open en was weer levend. Alle dwergen begonnen te zingen en te dansen van plezier. De prins tilde Sneeuwwitje uit de kist en zette haar voor zich op zijn paard. Samen reden ze het bos uit, naar het witte kasteel van de prins. De dwergen kwamen hun nog dikwijls opzoeken en ze leefden nog lang en gelukkig. Uit. Tommy en Lotje zuchten diep. Ze vinden dit een heel mooi sprookje. Zo, en nu naar bed, zegt papa, die ook heeft zitten luisteren. Met z'n allen lopen ze naar boven en papa en mama stoppen Tommy en Lotje in bed. Nog een dikke zoen en dan gaat het licht uit. Als papa en mama de trap aflopen, horen ze ineens Tommy roepen. Mama, mijn tutteltje! Mama gaat weer naar boven en stapt bij Tommy de kamer binnen. Terwijl ze het licht aan doet, vraagt ze, waar is je tutteltje dan? Tommy zit rechtop in zijn bed. Ik weet het niet. Toen jij vertelde van de dwergen, zat het nog om mijn vinger. Mama begint het hele bed van Tommy te doorzoeken, maar ze vindt niets. Ik snap er niets van, zegt ze. Misschien ligt het nog beneden. Maar ook beneden is niets te vinden. De hele bank is leeg en alleen Poesnel ligt er te slapen. Dan kijken papa en mama op de trap, maar ook daar geen tutteltje. Nou, ga nou maar lekker slapen, zegt mama tegen Tommy. Als ik je tutteltje vind, dan breng ik hem wel. Nee, antwoordde Tommy boos. Ik wil mijn tutteltje. Luister nou eens, lieverd, zegt papa. Nu moet je echt gaan slapen. Morgen... Nee, roept Tommy. Ik wil mijn tutteltje. Dan neem een puntje van het laken, stelt papa voor. Nee. Papa en mama kijken elkaar aan. Ze snappen best dat Tommy zijn tutteltje wil. Maar ze kunnen er nu ook niks aan doen. Weet je wat, zegt papa. Ga vast lekker onder de dekens liggen. Dan gaan wij nog een keer zoeken. Nee. Doe nou, Tommy, zegt mama. Als we je tutteltje vinden, brengen we hem meteen. Zachtjes duwt ze Tommy onder de dekens. We laten je kleine lampje branden. Tommy begint zachtjes te huilen. En pap aait hem over zijn bol. Stil nou maar, we gaan echt zoeken. Dan gaan papa en mama naar beneden en kijken nog eens goed. Maar ze vinden niets. Ah, hij valt vast in slaap als het te lang duurt, zegt mama. Ik ga straks nog wel even kijken. Boven ligt Tommy nog steeds te huilen in zijn bedje. Dan gaat de deur van zijn kamer open. Lotje is zachtjes uit haar bed gekomen om naar Tommy te kijken. Mijn tutteltje, huilt Tommy als hij zijn zusje ziet. Sst, zegt Lot. Papa en mama mogen niet horen dat ik uit bed ben. Mijn tutteltje, huilt Tommy weer. Lotje denkt even na. Zullen we een tutteltje maken? Vraagt ze. Tommy kijkt haar met grote ogen aan. Ja, wacht maar, zegt Lot. Ik pak een schaar uit mama's naaidoos. Op haar tenen sluipt ze Tommy's kamer uit, naar de slaapkamer van papa en mama. Daar staat in een hoekje de naaimachine met de naaidoos. Voorzichtig pakt ze de schaar eruit en gaat terug naar Tommy.
Die zit op zijn rand van het bed en hij vindt het allemaal reuze spannend. Kijk, zegt Lotje, terwijl ze een stuk uit haar nachtjapon knipt. Een nieuw tutteltje. Nieuwsgierig kijkt Tommy toe. Het is een extra grote, zegt Lotje, maar dat is omdat je zo huilt. Ineens horen ze voetstappen op de trap. Ze schrikken allebei. Dan gaat de deur open en komt mama binnen. Wat krijgen we nou? Roept ze boos. Ik maak een nieuw tutteltje voor Tommy, antwoordt Lotje. Dan ziet mama wat ze gedaan heeft. Oh nee, je hebt toch niet in je nachtjapon geknipt? Lotje knikt. Ben je nou helemaal gek geworden? Ja, maar ik wil mijn tutteltje, roept Tommy huilend. Mama trekt de schaar uit Lotjes hand. Ook Lotje begint te huilen. Die stomme nachtjapon. Ik wil helemaal geen nachtjapon. Ik wil een pyjama, net als Tommy. Maar dan hoef je hem toch niet kapot te knippen, zegt mama boos. Lotje kijkt naar de lap die ze nog in haar hand heeft. Het nieuwe tutteltje voor Tommy. Nou, zegt mama, komen jullie mee naar beneden? Dan zullen we erover praten. Ze lopen de trap af naar de kamer. En ze gaan bij Poes snel op de bank zitten. Papa is ook boos, maar hij zegt eerst niet zoveel, omdat mama dat al gedaan heeft. Wie knipt er nou in zijn kleren? Vraagt mama. Ja, maar Tommy kon niet slapen en zijn tutteltje is weg, antwoordt Lotje. En papa moppert. Dat meten we nou wel, maar je had toch beter... Verder komt papa niet. Hij wijst naar Poes Nel, die wakker is geworden. Ze staat op en ze rekt zich uit en daar ligt het tutteltje van Tommy. Kijk nou, roept pap. Poes Nel had het tutteltje. Ze lag er bovenop. Tommy pakt gauw het lapje en draait het om zijn vinger. Nu heb ik twee tutteltjes. Mama zucht. Wat moet ik nou met zulke kinderen? Ik heb een plan, zegt papa. Deze week houdt Lotje gewoon die nachtjapon aan. Lotje begint te trillen. En dan gaat het over in huilen. Nou luister even, zegt papa. Volgende week kopen we dan een pyjama voor jou. En die nachtjapon bewaren we om nieuwe tutteltjes te maken voor als Tommy er weer eentje kwijt is. Hoi, hoi, riep Tommy. Dan heb ik wel een triljard tutteltjes. Lotje kijkt nog even sip als daarnet. Ja, maar ik wil nu een pyjama, zegt ze zacht. We hebben geen pyjama-tovermachine, antwoordt papa. En je hebt zelf je nachtjapon stuk gemaakt, dus houd hem nu nog maar even aan. En nu, hops, in bed. Als Lotje in bed ligt, voelt ze nog even aan de nachtjapon. Ze vindt het niet leuk, maar dan denkt ze maar gauw aan de nieuwe pyjama. Nog een paar nachtjes slapen en dan is hij er. En Tommy, die slaapt er lang. Met zijn twee tutteltjes natuurlijk. Slaap lekker allemaal. Welterusten.